Super, ten eerste een goede dag voor iedereen die ons aan het kijken zijn. Het is belangrijk voor mij om mijn eilandje naar een punt te brengen waar ze nooit waren. En niet alleen mijn eilandje, maar al de drie eilandjes die Papio Mens praat. Dus voor mij, ik heb die responsabiliteit. de responsabiliteit om dit te doen. En dit is wat ik wil doen. Ik heb al de deur open gemaakt voor een verschillende sound gevoel. Dus is makkelijker om nu al de artiesten van de eilanden een beetje te steunen en te brengen waar ik nu ben en dat ik aan deze aan mijn eilandje terug kan geven. Dit is heel belangrijk dat niet ik alleen daar sta, maar dat ik toch, ik ben daar op die punt nu dat ik iedereen kan meenemen en iedereen, ik weet niet de business. Ja. Natuurlijk spreken we drie eilanden, Papio Mens. Is die Papio Mens die komt voor in jouw producties? Sowieso, omdat we komen uit de eilanden. Dus daarom altijd Papio Mens in mijn liedjes. Dat vroeg je mij, right? Ja, dus altijd Papio Mens in mijn liedje. Ja. Nooit Papio Mens eruit. Eruit alle talen. Papio Mens moet blijven erin. En dat is wat ik ga doen met de andere jongens toe. Ook. Dus we gaan altijd Papio Mens blijven houden. Omdat dit is onze taal. En wij hebben gekke dingen die de mensen gaan gewoon genieten van. Dus ik zing in Papio Mens. Ik zie alle Latijnse Papio Mens zingen. Marokkaanse, Surinaamse, Nederlander, Indianen, Chinezen. Iedereen zingen in Papio Mens, mijn liedje. Dat was mijn droom. Dat wil ik blijven dromen. En niet alleen ik. Ik wil meerdere artiesten ook helpen om naar die droom te komen. Natuurlijk heb je altijd ook zeer mooie videoclips en zo. Zullen we een videoclip zien met mooie beelden van Curaçao, Aruba en Bonaire? Ja, nu in deze moment ben ik in Bonaire. Dus ik ga eerst met mijn eilandje beginnen. Dus is heel belangrijk. Dus ik begin hier in Bonaire. We hebben vier videoclips nu staan. Samen met grote artiesten. Ik kan zeggen, de eerste wordt Farina Conscient. En dan Mike Bahia. En er zijn andere artiesten die we zijn aan het wachten op de green light. Maar het gaat echt mooi worden. We hebben grote plannen en dankjewel aan TCB en de gemeente, hoe zeg je, Governo van Bonaire, overheid van Bonaire, dat ze nu hebben gezien en dat ze nu toch ze kracht wil helpen, ze kracht erin wil zetten om mij te helpen bereiken wat ik wil bereiken. Dankjewel. Dankjewel, mijn man. Noos.